Ja, etappe 6. Blij om te gaan beginnen. Ik denk, gaat een uitdagende etappe worden. We zullen hier starten met weinig wind. Maar na de eerste 24 uur zal de wind gaan toenemen. Maar dan komen wij heel veel shipping lanes, traffic separation zones, windmolenparken. Een hoop uitdagingen op navigatie. En voordat je het weet, binnen 3 dagen zijn we al in Scheveningen. Dus je moet vanaf het begin af aan erbij zitten. Anders mis je de boot. Ja, wat je kan verwachten van ons team. Weet je, ik noem ons wel eens de We Are The Hungry Team. We hebben hier lang voor gewacht. We zijn al lang hier naartoe aan het werken. Een deel van het team zit al 4 jaar op deze boot. En nu mogen we eindelijk van start. Ja, en racen naar onze thuisstad Den Haag. Wat wil je nog meer? Dus iedereen is er gebrand op voor een goed resultaat. En om ons beste zeilen te laten zien. Ja, heel blij met onze 2 nieuwe toevoegingen. Martin Kierkerk en Niklas Heijner. Beide jongens met heel veel ervaring in alle takken van onze zeilsport. Olympische ervaring, maar ook andere type boten gezeild. Passen goed in het team. Ze zijn gewoon harde werkers, down to earth. Voeren gewoon een taak uit en voegen ook een hoop positieve energie toe aan het team. Kijk ernaar uit om met hun naar Den Haag te zeilen. Ja, je ziet ze achter me liggen, onze concurrenten. Om te beginnen, ik wil niemand onderschatten. Maar als je toch een sterkste team moet uitkiezen, is het denk ik het Poolse team. Ze hebben de meeste trainingstijd en ook hier bijvoorbeeld weer de importrace gewonnen. Naast dat ze ook de eerste etappe hebben gewonnen. Dus zij zijn het sterkste team. Daarnaast, ik denk het Mirpuri met Trifork team onder de Deens-Portugese vlag. Niet te onderschatten, er zijn een hoop ervaren zeilers op. En tot slot hebben we nog 2 teams, het Mexicaanse team, maar ook het Oostenrijkse team. Ja, beide teams, we hebben bij vlagen af en toe heel sterk zeilen laten zien. Dus ik wil niemand onderschatten, maar ik denk zeker dat wij in de mix zijn voor een mooie podiumplek. Ja, ik heb het weer gezien, er komt een mooi zonnetje. Ja, en daarnaast, weet je, Den Haag, zeilstad van Nederland. Ik hoop heel erg voor mensen. Ik denk dat het onwijs gezellig gaat worden. Het wordt gewoon 1 groot zeilfestijn. Dus ja, als je daar niet bent op zondag of in de dagen daarna, ja, dan mis je echt wat. Dus kijk onwijs naar uit om alle Nederlandse zeilfans te zien. En die de mensen Team Yayo te laten zien. Het team en ik hebben er heel erg veel zin in om daar te zijn. Ik denk de grootste uitdagingen zijn de zones waar we niet mogen varen en de windparken. Dus we hebben zones waar we niet mogen varen omdat er veel scheepvaart is. En we hebben de windparken waar ook veel van in aanbouw zijn, op de Noordzee bijvoorbeeld. Dus daar moeten we handig omheen manoeuvreren. Het kan wel helpen. Voor de kust van Nederland weten we wel goed wat daar allemaal gebeurt. En wat de invloed is ook van bijvoorbeeld een windpark op de wind die wij gaan krijgen. Dus het kan helpen, maar iedereen hier heeft een goede voorbereiding en ja, weet wat tegemoet komt. Ja, dus zo'n windpark moet je zien als toch een oorzaak van turbulentie in de wind. Dus net als dat je achter een gebouw staat, is de wind anders dan als je voor een gebouw staat. Dus daar, ja, je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om aan de ene kant van een windpark of aan de andere kant van een windpark te passeren. Om zo ja, de beste wind te hebben voor jouw route. Ik verwacht een hele mooie aankomst. Ik hoop veel publiek, in ieder geval veel mensen die wij kennen, want die komen als toeschouwer, dus dat is heel leuk. Dus ja, ik denk dat het voor ons een hele mooie aankomst wordt. En hopelijk een snelritje naar huis. Nee, ja, lek 6, Aarhus, Nederland. Ik denk waanzinnig mooie lek, kort, krachtig, short and sharp. En met wat transitiezones, zeker in de eerste nacht, denk ik, wordt heel belangrijk. Een beetje de rich get richer. Dus we moeten er bovenop zitten, in de eerste nacht. En dan hopelijk iedereen zal achter ons laten richting Scheveningen. We weten met de oostenwind dat het best wel lastig kan zijn in Scheveningen. Maar uiteindelijk is big picture racing. Team Yayo heeft natuurlijk redelijk wat daar gevaren. Max kent de windmolenparken goed. Dus dat, hopelijk is dat een groot voordeel. We weten natuurlijk hoe krachtig en belangrijk de stroom daar is. Dus hopelijk hebben we thuis voordeel, maar ik verwacht eigenlijk dat de race helaas al daarvoor beslist is. Ja, ik hoop natuurlijk een waanzinnig mooie turnout in Scheveningen. Ja, kom toch aan Nederland en hoop je heel Nederlands zeilpubliek daar toch op de kades te zien. En we proberen in ieder geval vooraan te finishen, hopelijk als eerste, en het Nederlands publiek een mooi feestje te geven. Ja, voor mij is natuurlijk de Ocean Race naast de Olympische altijd een childhood dream geweest. Ik wou altijd ook de Ocean Race winnen en om hier nu te staan is natuurlijk speciaal. Ik had wel liefst natuurlijk in een iets andere format gezien, waar het gewoon een volledige campagne was met de hele Ocean Race. Maar dat is de realiteit en het blijft speciaal om toch hier betrokken te zijn bij de Ocean Race en bij Team Yayo. En met de Nederlandse deelname, is en blijft toch iets moois. Ja, het is natuurlijk wel gaaf om een groot gedeelte van Team Yayo komt natuurlijk uit de Team Highland Talents leerschool. En volgens mij hebben we 4 man aan boord die daar vandaan komen. En nu ondertussen zijn die rollen omgedraaid. En ze hebben zo waanzinnig veel mijlen gemaakt op deze boot en kennis opgedaan. En dus dat is wel heel mooi om te zien. En
ieder voor zich, en, maar ook samen als team ja, zijn het wel echt volwassen zeilers geworden. En dat is wel waanzinnig om te zien hoe zij die ja, doorgroei, doorstroom hebben meegemaakt. En zichzelf hebben blijven ontwikkelen. Dus ja, dat is wel, vind ik al wel mooi om te zien. Ik heb natuurlijk die gasten van jongs af aan, of van jongs, maar vanaf de jeugd zeg maar gezien. En hopelijk heb ik ze wat bij kunnen dragen en hopelijk gaan ze mij nu wat bijbrengen. En natuurlijk heb ik ook met mijn vader gebeld van hey, we gaan dit doen, tips en tricks. En dus ja, dat zal het mooiste zijn om in Nederland zoveel mogelijk kennis over te dragen en iedereen op hoger niveau te krijgen richting de internationale zeiltop.